Nou is die een Aldrich. Nog een invader. Ik switch zo wel, want die zal van me boven zien. Die eerste scherzel. Nee. Nice, we hebben hem weggejaagd van de dingen. Nog een groovehanger. Oh, eindelijk. Hier gebruik ik echt onpraktische wapens, moet ik zeggen. Dik in. Haha, Glenn, geen fucking rollcatch voor jou. Doei, Glenn. Wat? Glenn helemaal vernietigd, jongen. Geparried en rollcatch na de parry en een match gegooid. Kanker, waarom was dat geen backstab? Ja, ik was aan het wachten eigenlijk. Oh! Heeft hij echt mazzel dat hij zijn teamgenoot net in de iframe zat? Hier is heel gevaarlijk. En ook voor hem. Ja. Dat was goede hulp. Ash wow. Of Febron bedoel ik. Ja, whatever. Ik ga hier langs. Wat een pussy, man! Hieropon. Ja, Peter dat hij gewoon opkieft, want het is zo'n faggot die alleen maar gaat quicksteppen en aanvallen. Correct, met die Anti-Croyle en die Mo. Ja. Dat is ook, dat zijn spelers van niks. Kom naar beneden. Dat je Groot Dagger faggots, snap ik dan nog een beetje, maar Scythe en quicksteppen de hele tijd dat... Het is minder gevaarlijk. Nee, het is... Ja, ik had er een die probeerde mij continu te pakken met Corvian Greatknife en dan die blindspot attack. Zo was je er. Ja, hij is leuk. Maar die kerel met die Groot Dagger probeerde mij heel tijd te pakken met die blindspot attack. Dan slaat hij één keer, doet hij blindspot en doet hij daarna weer slaan alsof het een bombenkobbel kan blijven zijn. Nou, ja, dat is echt een beetje. Je kunt alleen glitch, maar één attack spammen en dan hopen dat je dan iedere keer van rollcast wordt. Maar ja, ik probeer dat te parryen, maar dat gaat bijna niet, man. Noep. Was zo mis. In vele komt. Ik trouw Hieropon niet. Hij is misschien moeilijker als die met die ult. Nee, Hieropon is niet goed hoor.
Oké, hoe heeft hij zoveel poise? What the fuck, wat een poise heeft hij? Hij kwam er gewoon uit. Gino. Helemaal heavy weapons, zeg deze feit. Allemaal, what the hell, ze hebben allemaal die zware. Nou, ik ga er ook even in staan. GG. Wie? Overjohn heeft die andere. Jongen, dat kan niet! Je leeft dan nog? Wat moet dan nou nog gebeuren, man? The fuck, het werkt niet. Blijkbaar. I'm fine. Dit bedoel ik met die latency, die achterlijke backstab flauwekul. Dat is zo'n kanker onzin. Nog een invader, by the way. Glenn, ja, Rick. Groot dagger, faggot. Och. I missed the jump. Ik snap echt niet hoe dit allemaal mis is. Alles is mis. Wat was die aan het doen? Wij ben niks veel goed. Heal yourself. De Vader is achter mij. Dat was zo mis. Nou, deze is zo dood zo te zien. Ja. Ja, ik pak de Astora en ze zijn gelijk allemaal in één keer dood. Zo doet het zien. Zo doet het zien. Ik zeg niet dat ik al het werk heb gedaan. Ik zit echt onder het bloed. Ja, mijn lichaam is onder het bloed. Mijn hoed, mijn cape, mijn voeten. Mijn scherm niet, maar. Fucking bruin ben ik geworden. 9. Heal jezelf, lul. Doe die regen ding. Wat? Oh. Dat is. Oh, with cat. Dat is een greatsword. Ik heb zo vaak gehad, jongen. Ja, die zit vaak in de Ringed City als sign, dus ik ken hem. Hi, Rico. Toen gelijk gedisconnect ook een bowglitch zag trouwens. Waarom gebruik ik die dalwater? Ja. Kun je dat parry? Nee, zeker. Yeah.
kan je het wel twee keer doen, vriend. Ja, als je een Greatsword gebruikt, dan vraag je ook om heel vaak een backstab te worden. Yep. Over John is wel. Oh, over John wordt nu gebackstab. Ja, deze gast die het hier kan zeggen, draai uit, jongen. Over John heeft hem neer, hè. We hebben nog een invader trouwens. GG. Fucking ass is cancelled, bitch. Do ass is cancelled, so like. Zoveel ultra's, echt. Hij gaf wel op, volgens mij. Over Jonas. Ja, goeie. Ja, de Over George was gekillt dan zo heel casual door zo'n battle, maar hier? Ja, klopt. Ja, maar dat is gewoon een probleem. Ze kunnen allemaal PvP, maar ze kunnen geen mobs. Correct. Dat was een goede 3v3, behalve die ene gast met zijn asses cancel en zijn tryhard gedrag op de backstab. Hij heeft geen enkele backstab geland met dat kutwapen van hem, jongen. Volgens mij had hij er een op Overjohn een backstab. Oh ja, klopt, ja. Ja, of het was with cats, maar dat lijkt me sterk. Ja, maar Overjohn wilde heel graag backstabs op with cats doen, waardoor hij volgens mij Overjohn gepakt had. Ja, Overjohn heeft echt iets van 3 of 4 keer with cats gebackstabbed. Ja, klopt, hij heeft hem echt vaak gehad. Maar wat ik ook heel grappig vind is dat... dan heb je hem weer. Sta stil, hè, denk. Fuck. Blossom cancel glitch. Jullie moeten hem gewoon één keer raken, dan kan ik naar L2. Als ik op ja, ja, moet hij wel een beetje vallen. Oh, het is hem, hij is niet gevaarlijk. Oh, nog één. Hoe was dat een backstab, gast? Ja, oké, dit is geen net. Er zit niemand achter zo aan. Wat voor animatie cancel glitch is dan? Wat? Oh. Wat? Help, je bent helemaal niet in het probleem.
dodge de vuurpotje niet. Nice, goeie 3-3. Weer gewonnen. Prachtige vet. Je bent wel echt een voordeel als je een host bent. Hè? Ja, maar het is niet alsof ze me echt goed te pakken hebben gehad. Niet één keer zelfs. Ik weet echt niet hoe die dat staan doet, maar goed. Mijn parody die Airico, zag je dat? Ja, ja, ik had hem in de repost animatie in ieder geval. Nee, ik ik ben hier nogal bezig met de andere. Je ziet niet echt wat de ander doet. Ja, ik hou jullie continu in de gaten, zodat ik weet dat jullie niet in een disadvantage komen als jullie 1v1 zijn. Zeg maar, je bent half HP en hij niet, en dan kom ik dan ren ik 9 van 10 keer degene toe. El Grande Patron! Hoe is het? Oké. El Grande gaat gelijk glitch. Xavier, die hebben we eerder gehad. Maar niet vandaag. Nee. Oh, Glenn, de Groot Dagger Professional. Die parryde. Ja. Goed gevecht. Moet je maar bereid zijn om te vechten. Hij gebruikt ook Groot Dagger. Oh nee. Corey Great Knife. Flauwekul. Ah, oh, dat was niet te parryen, serieus? Maak ze naar elkaar. Ja. Yeah. Dunk pie! Over El Grande gooit dunk pie, serieus? Die Claymore is zo'n poison. Zijn best aan het doen, jongen. Moet je die X pakken of niet? Oh ja, dat kan. Daar wordt hij wel door geraakt. Meest langzaamste wapen ever. Klein jongen met zijn 60 strength, kanker op. Toch 3 invaders? Ja, die derde durft niet te komen, blijkbaar. Ja, hij komt nou pas, hij split leaf, denk ik. Split leaf of nee, hij heeft een sfeer. Ja, oké, dat heeft niet, niemand valt me nou. Ja, ik ben bij jou.
raak ze 10. Serieus. Wat? Hoe? Blijkbaar. Goeie toch? Nee, ik heb geen S. Dan moet je even weggaan. Nee, dat kan niet echt. Dit haat ik zo erg, jongen. Die fucking poise van die kutwapens. Is hij dood? Nee. Nu wel. Waarom werken die parries niet, jongen? Moet dat vooruit in de tijd of zo? Correct. Nice. Hij is dood. Tough Knight, help! Tijd voor Estes refill glitch. Let's go. Ik geef toen niks om als elke rande dat ziet, want ik dacht toch dat hij ons al geblokt had, dus ja. Ja, ik ook. Bovendien, hij is echt een beetje de tryhard uitgang hier. Ik gebruik alleen maar hetzelfde wapen. De hele tijd die fucking groene. Wacht, jij hebt aangevallen. En op het einde had ik hem de hele tijd in de rollcatch, hij is me net ontkomen. Ik snap niet waarom ik hem niet kan parryen. Dat fucking kut. Oh my god, ja, omdat hij dit ziet natuurlijk. Ja, dat interesseert me echt niks, jongen. Ga laat hem lekker leven. Boeien. Ik ga me echt niet verbergen door dit te doen. Zal ik zeggen bye bye? Ja, ik stuur een bericht. Ik ga gewoon zeggen, all that effort. Rico is een paar assen short nou. Serieus? Wat? Geef mij die parries! Overjohn wint dat sowieso van hem. Dus ja. Hij gebruikt wel assen cancel, what the fuck? Wat? Oh! Hij weet ieder moment ontsnapt deze man, jongen. Niet nu. Wat? Hij leeft nog. Snel, snel! Nee! Met his match. I finally met my match. Ik dacht eens dat Overjohn wel van hem zou winnen. Ja, dat dacht ik dus ook, maar deze gast is echt niet goed. Kom. Doei, Grande, ga maar weg.
gaat toch wel. Het is tijd om hem te summonen. Ja, hij is echt zo'n pussy, jongen. Als hij het niet kan winnen, dan gaat hij gewoon leave. What a faggot. Ja, El Grande is inderdaad vijf sukkelig. Ik bedoel, hij kan ook die SS Refill Bleach doen. Hij is er weer dus. Oh, hier is er weer? Fico bedoel je? Overdrawn. How did you know? Ja, dat is niet zo moeilijk. Hij lag op dezelfde plek ook ongeveer. Waar is er een wave naar? Porto Carmesi. Is bijna kapot. Even zag je dat? Nee. Xavier is helemaal niet goed. Jammer dit. Oeh, dat was backstab. Als Dark Souls 1 was, was het een backstab. Nee, nee, dat gaat niet gebeuren. Je gaat niet achter ons rennen en een backstab krijgen. Denkt je? Yeah. Bye bye! Perfectie, jongen, perfectie! Ik ben een goede speler, jongen. Oh, John. Ja, wat? Ja, klopt. Fucking hell. Back to business. Ik ben een goede speler, jongen. Ik ga de backstabs vissen. Oh, ik moet zo gaan back. Ja. Dat was wel ironisch.